Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb jullie beloofd om te laten zien als ik mijn haar weer ga blonderen of verven, hoe ik dat doe. Dus ja, ik ga nu eerst eventjes beginnen met wat losse plukjes aan de voorkant. En dan ga ik een andere keer weer de uitgroei doen. Op zich is het allemaal een beetje hetzelfde. Maar ik wil altijd eigenlijk die voorste twee plukjes, zeg maar deze, vind ik altijd leuk als die wat lichter zijn. Dus als jij ook benieuwd bent hoe ik dit ga doen, blijf dan kijken. Wat even lastig is, zijn deze korte plukjes hiervoor, zoals je kan zien. Die zijn allemaal flink kort. Dat komt omdat ik natuurlijk haaruitval heb gehad na de bevalling. Oh kijk, hier zie je het goed. Het is lekker aan het aangroeien. Zo, dat is mijn haar mooi. Het is lekker aan het aangroeien, maar ja, dit kan ik nou niet echt meeverven, weet je wel. Ik bedoel, dat ziet er denk ik een beetje raar uit. Dus ik moet even goed in de spiegel kijken wat ik ga doen. Nou, hebben we het zo over. Wat ik ga gebruiken, oh ja, en ik wil even aangeven, ik ben geen kapster. Ik heb gewoon jarenlang ervaring met mijn eigen haar. En ieders haar reageert weer anders. Mijn haar kan heel veel hebben, echt heel erg veel. Ik kan het 1000 keer blonderen en het valt niet uit. Maar misschien bij jou dat je 1 keer blondeert en het valt gelijk uit. Dus doe mij alsjeblieft niet zomaar na. Ik gebruik 9% ontwikkelingsvloeistof. En ik gebruik een blondeerpoeder. En dit is een product dat ik nieuw heb. Dan heb je 6%, je hebt 3%. Volgens mij heb je ook zelfs nog 12%. En dat is het allersterkste. 9 is ook al heel erg sterk. Dat wordt volgens mij ook al aardig afgeraden. Dan krijg je 6, dat is minder sterk. En 3%, dat gebruiken ze bijvoorbeeld om je haar bruin te verven. Dus hoe meer procent het is, hoe lichter je je haar kan opkleuren ermee. Maar dus ook hoe schadelijker. En dat is waarom je het beter gewoon bij een kapper kan laten uitvoeren. Want dan kan je bijvoorbeeld ook gelijk een Olaplex behandeling erbij doen. En dat zijn van die ja, soort van behandelingen die je haar gewoon beschermen en zo. En dan zit er van het blondeerpoeder in. Dat is blauw poeder, noem ik het altijd. Ik giet er gewoon een beetje bij. En dan heb ik een kwast. Zulke kwastjes die kan je ook gewoon bij Kruidvat en zo kopen. En die bakjes ook volgens mij. Niet vergeten dit spul eraan toe te voegen. Ik ben zo benieuwd. Het was ook echt niet duur. Wat is 5%? Oh, kijk, het is donkerblauw of zo. Apart. Zal dit 5% zijn? Dit is gewoon een soort van mega geconcentreerde paarse shampoo of zo lijkt het wel. Wacht, we doen er wat meer bij. Nee, dadelijk wordt het blauw. Ja, nee, doe maar niet. Ik ga beginnen op de hoofdhuid, of op de aanzet, sorry. Ik ga hier zo beginnen. En dan tot aan waar het blond is doe ik het als eerste. Want ja, dat blonde is natuurlijk al gebleekt. Maar dat wil ik ook wel ietsje lichter hebben. Dus ik laat dit nu eerst eventjes, denk ik, 20 minuten intrekken. Of nou misschien een half uur. En dan doe ik de rest van dit plukje ook nog even mee. En dat dan nog even een kwartiertje. Dus ik denk in totaal dat ik dit 3 kwartier laat zitten. En dan is dit hele plukje zeg maar lichter. Dat vind ik mooi. Ik pak nog even een kam. Ik heb alleen even deze rare kam. Maar het gaat zeg maar om het idee dat je dit eventjes een beetje zo met de kam doet.
Dan is het niet zo'n harde lijn. Oeps, dan is het niet zo'n harde lijn, zeg maar. En dan wordt het gewoon even goed verspreid. Dan heb je alle haren gepakt. Het is trouwens ook wel belangrijk dat je dit niet direct op je hoofdhuid aanbrengt. Want dat kan branden. En volgens mij kan je zelfs serieus gewoon brandwonden krijgen van dit spul. Dus ja, wat ik al zei, ik weet inmiddels wat mijn hoofd aan kan. Dus ja, ik laat het wel op zich mijn hoofdhuid aanraken. Maar het is niet dat ik het er uitgebreid op smeer of zo, weet je wel. Dus ja, probeer het gewoon alleen op de haren te smeren. En je moet trouwens gewoon dit even goed in de gaten houden. Dus niet gewoon rustig een half uur gaan chillen en denken van, nou, ik kijk over een half uur wel. Het kan ineens heel erg snel gaan. Dus kijk gewoon elke 5 minuutjes eventjes hoe het eruit ziet. Oké, 20... Nee, hoe lang is het verder nu? 25 minuten verder. Begint het al lichter te worden. Dat kan je ook, zeg maar, zien als je een beetje zo wegschraapt. Nu doe ik de rest en dan laat ik het nog een minuut of 8 zitten. Ik doe even dit op. Ja, heel charmant. Very charming. Dan kan ik dit plekje tenminste eventjes een beetje zo vastzetten. Hé, je moet toch creatief zijn. Het heeft nu nog 10 minuutjes getrokken gezeten. En in totaal heeft het dan dus 35 minuten gezeten. Ik ga dit nu uitspoelen, dit plukje. En dan valt er nog niet veel aan te zien. Dus ik ga dan morgen mijn hele haar wassen. En dan kom ik alweer bij jullie terug. Hallo, het is de volgende dag. Dit is het plukje geworden. Zoals je kan zien is het heel erg licht geworden. Even ter vergelijking zo met de rest. Ik ben hier enorm tevreden mee. Alleen, wat ik nu nog ga doen is mijn hele haar nog even een ander tintje geven. Ik schrijf altijd in mijn agenda wanneer ik mijn haar heb geverfd met wat. En in vlog 93, in ieder geval de ene vlog dat ik weer terug was na een break. Daarin vertelde ik ook meer over wat ik had gebruikt en liet ik ook gelijk het resultaat zien. Oké, vorige keer heb ik verf gebruikt in een kleur soort van beige blond of zo. En dat was de kleur 10/8 van Wella Perfect Me. En wat ik nu ga doen is een toner gebruiken, omdat ik die eigenlijk wilde gebruiken, maar ik heb hem niet meer in huis, die Wella kleuring. Dus ja, dan houdt het op. Ik had een paar dagen daarvoor had ik ook een toner gebruikt. Dat is deze milkshake toner 9.02. En het verschil eigenlijk tussen een toner en een echte haarverf is dat een toner, ja, wat lichter is, zeg maar, qua, hoe zeg je dat? Het is wat minder beschadigend en het toont je haar wat meer. En dat is ook uitwasbaar na een paar wasbeurten. Was je het er, zeg maar, uit. En die gewone haarverf is gewoon permanent en blijft langer zitten. Dus ja, ik ga nu even die toner gebruiken. En dat zorgt ervoor dat het net weer even wat minder gelig is. En dat alles weer even wat meer één tint is. Want ja, het is toch een beetje allemaal net even het net niet, zeg maar. Ja, in de gebruiksaanwijzing staat dat je maximaal 4,5% mag gebruiken. Dus 3% is prima. Dus dit ga ik gebruiken op mijn hele haar. En wat altijd even oppassen is met die toners. Deze die ik heb genomen in de kleur 9.02 is een beetje een beige ondertoon. Maar je hebt ze dus ook met een wat grijzere tint. Als je echt heel erg geel haar hebt, dan kan je dus echt zo eentje pakken die wat grijzer is. Volgens mij 9.01 had ik hiervoor altijd. Maar daar moet je mee oppassen, want die kunnen doorslaan. Dus dan kan je echt een hele blauwige of grijzige gloed in je haar krijgen. Kijk, als dat is wat je wil, prima. Maar als je gewoon een beetje lichtblond wil zonder zo'n grijze toon, moet je daarmee oppassen. Dus ik ga 3% in mijn verfpakje doen. En de verhouding van mengen is volgens mij 1:1. Je moet altijd even de gebruiksaanwijzing natuurlijk lezen. Die ik net wegleg, die ik nog een keer ga lezen. Oké, ik ga denk ik beginnen hier zo. Want dit is voor mij het gedeelte wat het meeste oranje tint heeft, zeg maar. En de puntjes die doe ik denk ik ietsje later. Of ga ik gewoon alles tegelijk doen. Fuck it, ik doe gewoon alles tegelijk. Geen zin om moeilijk te doen. Kijk, en door deze instelling heeft het soms geresulteerd in een enorm fiasco. Ja, maar ja, door ervaring leer je. Oké, ik ga gewoon aanbrengen. Het is nu 11:08. Oké, ik moet eigenlijk wel even een handschoentje aan doen. BRB.
Oké, zoals je kan zien heb ik dit plukje even alvast uitgespoeld, want het ging ineens zo hard. Nou ja, je ziet het zelf. Hij sloeg gewoon volledig door al, terwijl hij er 5 minuten in zat of zo. Dus ik heb hem even nat gemaakt en nu even heel klein beetje eroverheen gedaan. Want als je haar nat is, dan pakt het wat minder met die toner. Ja, je kan nu eigenlijk al wel een beetje zien dat de tint verandert. Zie je, het wordt wat minder gelig en het wordt allemaal wat meer ja, beige-achtig. En dat is de bedoeling. Ik ben trouwens niet bang om dit aan te brengen op mijn hoofdhuid, omdat dit geen verf is. Dus dit is niet iets wat sterk is, wat scherp is, weet je wel. Dat, ja. Het is allemaal heel erg... Ga ik weer met mijn handen eraan zitten. Ik ga dit heel goed in de gaten houden, want ik al zeg, dit slaat in 1 keer door. Je moet er echt bij blijven, dus ik blijf hier voor het raam zitten met de spiegel. Ogen erop. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn haar gefijnd. Zoals je kan zien ziet het er heel mooi uit. En ja, dit is dus het resultaat. Ik ben hier echt enorm tevreden mee. Het is echt een stuk ja, mooier qua egale kleur. En zoals je kan zien is dit voorste plukje niet extreem gebleekt tegenover de rest. Ik moet zeggen dat dit gaat wel een beetje minder worden natuurlijk hoe vaker ik het ga wassen. Maar ja, zo zie je dus wat het effect is van zo'n toner. Het maakt het gewoon net even wat egaler qua kleur. Het geeft het een beetje een beige glans. Super mooi. Ja, dus hier ben ik weer enorm blij mee. Dit is het resultaat. En als het dadelijk weer een keer tijd is om die uitgroei bij te gaan werken, die plukjes, dan ga ik dat uiteraard ook weer filmen. Maar voor nu ja, was het eventjes de toner en het voorste plukje blonderen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zie je weer bij de volgende video. Doei doei!